Deze video wordt u aangeboden door Cool Beans. Daddy Cool, what about Daddy Cool? Ik zeg yo, 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 vriendjes en vriendinnetjes. Welkom terug bij Daddy Cool. Yo, gasten, zijn we weer. Work, work, work around, work, work, work around. Hey. Die gasten van Rockstar houden mij wel bezig, zeg. Mijn god, zeg. Hey, onbeleefd om te wijzen. Ja, dat vond oma Cool ook. Oma Cool vond ook dat onbeleefd was om te wijzen. En Rockstar blijkbaar ook, want ze hebben hem nu al gepatcht. Gisteren heb ik hem uitgezonden. Vandaag is hij alweer gepatcht. Ah, triest, man. Maar ging niet eens meer wijzen van Rockstar. Ja, ik weet niet waar dat op slaat, maar... ik vind het nogal gek. En dat zeg ik dan meer bij wijze van spreken. Hey, we gaan ons setup weer doen. Want we hebben weer een workaround. We hebben weer een andere methode gevonden om de glitch toch weer gaande te krijgen. Daarvoor moet je een nachtclub hebben. En achter in je nachtclub heb je een gratis Elegy nodig. Of een andere auto die je daarvoor op gaat geven. Maar ik adviseer gratis Elegies. En we hebben een andere targeting mode nodig. Daar kom ik zo dadelijk nog even op terug. Als eerst gaan we naar de bunker. We hebben de setup weer goed staan. We hebben weer een autootje in de, ja, achter in de service entrance van de nachtclub. En nu gaan we naar communities. En vanuit de communities gaan we zo dadelijk iemand joinen in een andere targeting mode. Nou, Daddy Cool NL Community telt meer dan 100 gasten die aan het spelen zijn. Ik ga deze gasten gebruiken. De Dutch Gangsters. Nou, ik kijk altijd naar spelers die ongeveer 2 uur in een sessie zitten. Die lopen niet zo snel weg, dus die kan je steeds gebruiken. En hopelijk zit hij in een andere targeting mode. Nou, we gaan het zien. We gaan hem joinen. En als het goed is krijgen we dan 2 meldingen. De eerste melding, dat is deze. Wil je de sessie verlaten? Ja. En de tweede, dat je in een andere targeting mode zit, die wil je cancelen. Dus die druk je op nee. Nou, prima. Dus Dutch Gangsters, dankjewel voor je onvrijwillige bijdrage. Ik ga heel graag gebruik van jullie maken. Dus dankjewel voor deze medewerking aan deze video. Hey, maar eerst even wat reclame. Heb je tijdens het kijken van deze video ook zo trek in een lekker bakje koffie gekregen? Ah, kom gerust een keertje langs bij ons. Wij zijn de Bean Machine en wij zijn 24/7 open voor de allerlekkerste koffie. Want wij hebben verse koffie, cappuccino, latte macchiato, espresso, ah, noem het maar op. Hier, bij de Bean Machine. Ja, het zal mij benieuwen wanneer Rockstar een keer mijn reclame gaat patchen. Dat we geen Cool Beans meer mogen drinken. Wat een onzin. Rockstar houdt er eens op met die altijd geneuzel van die patches. Dat lijkt helemaal werkelijk echt helemaal nergens op. Want wij kunnen nog steeds workarounds vinden. Dus ja, goed patchen is er niet bij in dit geval. Hey, achter in onze MOC staat de auto die we willen dupliceren. Ik zou jullie daarvoor adviseren een Benny's voertuig of een Arena Workshop voertuig. Omdat daar heel veel upgrades op zitten en daardoor het meeste waard zijn. Dit is het autootje van Mama Cool. Die hebben we gisteren gebruikt. Hè. Gisteren gekopieerd. Auto van Mama Cool. De boodschappenautootje. Ja, die laten we hier lekker staan. Dit is de kopie. Dus we kopiëren kopies. Hè. Dus dat maakt allemaal niks uit, gasten. Je hoeft niet een originele auto te hebben. Kopie is prima. We zitten in Freeheim. Dat heb ik van tevoren ingesteld. Dat heb ik in Creator gedaan. Dus ik ben eerst naar Creator gegaan. Toen naar een invite-only sessie. Ik vind het prettig een invite-only sessie. Want dat laat allemaal een stuk sneller. Maar het is niet verplicht. Maar ik zou het wel doen als ik jullie was. En we zitten in Freeheim. Het enige wat we moeten doen, we moeten naar de nachtclub toe. Maar dat kan je doen met een Buzzard of een andere voertuig van de CEO. Of een Pegasus voertuig, maar dat mag niet met een persoonlijk voertuig. Op de achtergrond zie je mij even de kleding wisselen. Heen en weer. Dus een keertje heen en een keertje terug. Zodat we een oranje saving circle krijgen. Dus als we in de bunker zijn, willen we een saving maken dat de auto daar uit de MOC is gereden. En nu gaan we weer job teleporten. Dus we selecteren een job dicht bij de nachtclub. We joinen iemand die in een andere targeting mode zit. En dan accepteren we de eerste melding en dan cancelen we op de tweede. Dus hier hebben we de eerste, andere sessie joinen, die accepteren. En de volgende die je krijgt is van de andere targeting mode en die cancel je. Als het nou mislukt en hij zit niet in een andere targeting mode, dan zal je naar de andere sessie worden gezogen. Dan is het mislukt. Nou, dan zal je het weer even de stappen opnieuw moeten doen. Dus ja, probeer gewoon even uit wie zit er voor jou in een andere targeting mode en dan kan je diegene gebruiken. Je zou het zelfs met een vriend kunnen doen. Doe het allebei gescheiden van elkaar, ga je allebei in een invite-only zitten.
En jij in free aim en hun in assistant aim. En dan kan je elkaar gewoon gebruiken. Dus dan is, dat zou helemaal makkelijk zijn. Oké, onthoud even de weg. Zoals ik nu aan het lopen ben. Dus ik kom via de entrance, kom ik achterin. En ik loop zo naar de bar. Zie je deze manier? Zie je hoe ik loop? Dezelfde weg gaan we straks teruglopen. Maar dan anders. Ja, maar dan anders. Dat ziet er echt, want we gaan zo meteen weer iets heel geks mee maken. Oké, daar komen we aan. We zijn hier zo bij de bar. En bij de dame bij de bar gaan we eerst nog een keertje de vriend in de andere target in mode joinen. Dus dat is weer de Dutch Gangsters voor mij. Die ga ik joinen en dan accepteer ik de eerste melding van de andere sessie. En ik cancel de tweede melding. Ja, en die cancelen we weer. Ja, dat moet je doen. Dat moet je echt doen. Moet je ook niet vergeten. Want we krijgen straks gaan we een job joinen. En dan krijgen we een back-out. Een alert dat we niet de job kunnen joinen. En dat is precies degene die we nodig hebben. We gaan weer champagne bestellen. Let op. Champagne kost 30.000 GTA dollars. Dus daar ben je inderdaad kwijt voor deze glitch. Dat is, daar krijg je ook geen refund voor. Ja, dat geld ben je kwijt. Dus 30.000 wordt er van je rekening afgeschreven. De dame gaat de champagne op de tafel zetten. En nu wil je een job joinen. Maar dat gaat niet lukken. Je moet eerst nog de Criminal Enterprise Starter Pack. Was Daddy hier vergeten? Kijk, ik kan geen job joinen. Maar ik kan wel naar Criminal Enterprise Starter Pack. En als ik daar uit ben, dan kan ik wel naar jobs. En dan kan ik naar Play Job, Rockstar Created, Missies, Titan of a Job. Dus Rockstar Created, Missies, Titan of a Job. En je ziet mij op de achtergrond, zie je mij wat schudden. En dit is de melding die we hebben, dat de job niet meer bestaat. Als je deze accepteert, dan dubbelklik je op R3-button. Dus dubbelklikken R3-button, dat je gaat wijzen en dan wijs je een beetje om je heen. En dan moet je kijken links onderin. En dat zal ik even vergroten, hier zo op de minimap. Dan zie je mij dat ik op dit moment aan het lopen ben. Dus je moet gewoon even naar je minimap kijken en je loopt helemaal terug naar je gratis Elegy. Ja, dan moet je even wel weten hoe je moet lopen, maar... Ah, fijn. Je kan hem ook niet echt verdwalen hier, dus dat zal wel loslopen. Kijk, en terwijl jij stilstaat met een champagnefles in je handen, je bent eigenlijk glitched out, hè, frozen, kan je zo met een minimap gewoon rondlopen. Zie je dat? Hier zo hebben we dat gangetje, dan gaan we zo dadelijk rechtsaf en dan gaan we het trappetje af. En dan hebben we zo dadelijk aan de rechterkant hebben we onze gratis Elegy staan. Nou, hier zo, dat is hier. Dus hier stop ik even en dan ga ik instappen. Moet je luisteren. En op het moment dat de auto gestart is, kan jij gas geven. Dan wordt het beeld zwart en dan gaan we naar buiten toe. Maar buiten is nog steeds in het frozen beeld. Dat ziet er nog steeds heel vaag uit. Kijk, we staan buiten. Maar we zitten toch nog steeds in dat bevroren beeld. Oké, nu gaan we onze opties menu opengooien. Dus we gaan naar opties. Dan gaan we weer richting de bunker teleporteren. Dus we gaan weer hier zo heen. We pakken weer een job dicht bij de bunker. Dat mag een blauwe cirkel zijn. Of je eigen job, dat maakt niet zo uit. Ik heb overal gewoon een eigen job gemaakt. Is rete simpel. En dan gaan we die job starten. Nou, op het moment dat we de job opstarten... kunnen we inmiddels eigenlijk wel weer naar ons PlayStation menu... of het Xbox menu, dat maakt niet uit. En dan gaan we weer een vriend of iemand uit de community joinen... die in een andere targeting mode zit. Nou, in dit geval doe ik dat dus ook. We accepteren de eerste en we cancelen de tweede. Het is iedere keer hetzelfde liedje wat dat er gaat... En dan staan we weer bij de bunker. Ja, dit gaat echt rete snel, gasten. Echt serieus, dit gaat echt super snel. En de grote vraag is nu, zal de issue er nog staan? Nou, dat zien we na de break. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Dat gaat er wel in. Ja, schatje. Haha, je hebt zeker ook zin in een bakkie koffie. Ah, ik neem er wel even eentje voor je mee. Geen probleem. Eens even kijken hoor, wat hebben we hier? Helemaal geen koffie. Wat is dit dan voor een rare koffieshop? Koffieshop zonder koffie? Belachelijk. Nou, ik ga wel weer lekker naar de Bean Machine. Want daar hebben ze de allerlekkerste koffie. Vers gemalen en heerlijk gezet. Ik ga naar de Bean Machine. Haha, Daddy gaat naar de Bean Machine. Nou, we gaan eerst nog even naar de Issy. Want zoals je ziet, Issy er nog steeds. En ja, als je het kon zien in de verte, zag je ook het kenteken veranderen. Want we hebben nu het kenteken van de gratis Elegy gekregen. Hey, rij je Issy een klein stukje naar voren. Of de auto die je dupliceert. Ik noem het even dit, deze video maar een Issy. En dan vervolgens stap je uit en dan loop je de MOC in. Dus echt niet gelijk naar binnen rijden. Je moet echt even instappen dat het kenteken verandert.
En vervolgens stap je uit en dan loop je MOC in. En nu mag je je auto opslaan. Dus nu mag je wel je MOC inrijden. Nou, hij zegt personal vehicle storage is vol. Dat klopt, want hier op dit moment zit achterin zit nog de originele. En dit is de duplicatie. En de duplicatie rijden we nu naar binnen. Het origineel wordt op dit moment gespond naar de nachtclub. Dus die staat nu bij de nachtclub ingang. Daar staat het origineel. En dit is de kopie. Ja, ja, dat kan je wel wijzen. Wijsneus. Maar bij wijze van spreken, deze doet het nog steeds. Ja, ja. En hier heb je het bewijs. Door Daddy Cool geleverd. Yo. Dus hij doet het toch. Hij doet het toch. Ja, hou maar op Daddy met wijzen. Doe maar gewoon yo, want het is klaar. De gasten begrijpen het. Ik zeg, yo gasten, Daddy Cool, signing out. Happy glitching, yo. Daddy Cool, signing out. Till next time.